Wat? Het is helemaal geblokkeerd. Oh, zo, dit hebben ze dichtgemaakt? Oh, wauw. Oké, dan heb ik hier dus nu een tunnel zitten met een dead end. Ik word zo niet goed van al die mensen. Ik, echt. Nou, dan is onze geheime tunnel nu ook niet meer van kracht, om zo maar te zeggen. Daar hebben we dus ook helemaal niks meer aan. Laten we dan nu een soort van fake brief gaan opstellen. En dan moeten we die dus eventjes afleveren bij de kaapvieren van Bandit geven. En dan op die manier kunnen we dan Levi wellicht naar jouw eiland krijgen. En dan hoppet en pak hem daar gewoon aan. Dus laten we dat even nu gaan fixen. Dan gaan we naar de kelder. Ja, maar wacht even. Want toen ik laatst vrij was, zeg maar. Toen had jij het over mijn huis hiernaast? Ja, dat. Ja, die is ingenomen, zei jij? Ja, dat huis is niet meer van jou inmiddels. Dat is toen, je had een belastingschuld, wat ik toen al zei, van 500.000 euro. En, wat? Ja, en vervolgens hoppatee, huis in beslag genomen. Verkocht voor 2,5 miljoen, zei Colin. En hoppa. Pardon, maar ik wil er even heen. Wacht even, want... Ja, we kunnen er best even heen. Heb je nog een sleutel dan? Ja, nee, maar... Ik volgens mij... Ja, ik hoop dat ik naar binnen kan. Nou, we kunnen er best even kijken. Ik bedoel, ik vind allemaal geen enkel probleem, maar... Maar waarom is die ingenomen? Wat hebben ze geflikt dan? Want nou, wat ik dus zeg, hun zijn dus bezig met... Belastingschuld? Ja, maar wat ik zeg, hun hebben zo'n heel veel belastingfraude met allemaal bedrijven allemaal achter elkaar. En ja, op die manier hebben ze gezegd dat jij niet hebt betaald. Laos, Corky? Er stond eerst gewoon Gaskriepers Villa of zo, weet je? Ja, maar ik zou zeggen, probeer die deur maar te openen. Ik kan ook niet naar binnen. Is alles binnen nog wel hetzelfde dan? Nee, ze hebben zelfs de inrichting veranderd. Eens even kijken hoor. Oh ja, ze hebben inderdaad die tafel hier is weg. Ze hebben inderdaad... Ja, nee, maar... Ja. Ik weet niet hoe lang dit dan nog is, want toen ik hier laatst nog was... Toen was dit allemaal nog... ze hebben de tafel staat nu daar, je tv is allemaal weg. Ze hebben... Wat staat daar nou? Keep koekje... Huis noob doek koekje... Nee, ik weet niet wat ze hebben echt alles veranderd hier binnen. Ja, maar dan ben ik toch wel benieuwd hoe is dan met die fucking kelder. Want hè, dat is natuurlijk ook een beetje... We kunnen op zich denk ik wel nog even kijken hier, want ik kijk... Kunnen we niet via jouw kelder hierheen? Snap je, we hebben nog gewoon die tunnel en via die tunnel kunnen we denk ik hier nog wel naar binnen toe. Ik bedoel, ik heb die tunnel niet voor niks, toch? Nee, ja, dat is zeker waar. Nou, laten we gaan proberen, want... Moet even kijken of je inderdaad via die tunnel... Ja, ik weet niet eens of ik hier nog spullen had liggen. Kijk, sowieso mijn wapens en dat soort dingen, die lagen hier niet, maar... Nou, ik weet het ook niet, maar ik weet alleen dat ze hem hebben gekocht en denk dat hij nu alweer is doorverkocht dan of zoiets. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik snap er helemaal niks van, maar... Maar hierna wil ik wel bezig met het Maar wie heeft hier precies voor gezorgd? Heeft Colin dit gedaan? Colin kwam inderdaad met de brief. Hij was eerst bij jouw villa in de city. Daar had hij het over een boete, wat ook allemaal. Toen vroeg hij of hij in je huis mocht rondkijken. Nou, ik heb hem daar binnen gelaten, wat ook allemaal. Ik zei, nou ja, hier is verder niks. En uiteindelijk is dus het huis naast mij dus in beslag genomen... Om dus die belastingboete van 500.000 dus te vereffenen. Uiteindelijk is hij dus verkocht voor 2,5 miljoen. En hebben ze 2 miljoen in hun eigen zak gestoken. En nu is die van, weet ik veel. Jij hebt contact met Colin? Ja, nee, ik ga wel eens bij hem langs op het werk. Is allemaal, ja, voor de rest niet dat ik zijn nummer heb of zo, maar ja. En je weet zijn huis te liggen? Hij heeft een enorm grote villa in Mytopia. En ik kan je melden, die heeft hij niet gekocht. Die is meer een beetje zijn kant op geschoven en daarom moet hij dus opdrachten voor, je weet het, voltooien. Ja, dat zal allemaal wel. Ik zou graag willen weten waar hij woont, want dan ga ik daar binnenkort eens even langs. We kunnen, weet je, laten we het zo doen, oké? Okay? We gaan eerst om te even kijken of wij überhaupt nog in het huis kunnen komen, ja? Ja. Nadat gaan we eerst even een brief schrijven over dat wij iets hebben gezien, wat ook allemaal, die mag jij gewoon mooi schrijven dan. Vanuit daar breng ik jou naar het huis van Colin en daarna gaan we door naar de Kaap. Ja, is helemaal prima, maar ja, ik wil... Oh. Ja, maar laten we eerst... We gaan eerst kijken of we überhaupt nog bij je huis kunnen komen. En daarna laat ik jou het huis van Colin zien. Laat ik zo zeggen, als je het huis van Colin ziet... Jij hebt dan echt zoiets van... Doe even normaal. Want ja, dat is echt een villa. Maar, als Colin mij ziet, zegt hij ook doe even normaal. Want dan zal ik even een gun tegen zijn hoofd aanhouden. Ja, ik weet het niet voor de rest, maar goed. Wat? Wat is er? Oh... Wat? Het is... Helemaal geblokkeerd? Oh, zo, dit hebben ze dichtgemaakt? Oh, wauw. Oké, dan heb ik hier dus nu een tunnel zitten met een dead end. Ik word zo niet goed van al die mensen. Ik, echt. Nou, dan is onze geheime tunnel nu ook niet meer van kracht, om zo maar te zeggen. Daar hebben we dus ook helemaal niks meer aan.
Nou ja, ja je zou er iets anders van kunnen laten maken natuurlijk, hè? Ik bedoel, je hebt nu hier wel een enorme ruimte die je eigenlijk kan gebruiken. Maar ja, goed. Ja, maar kijk, ik kan hier inderdaad wel dingen opslaan en zo allemaal, maar voor de rest, ik schiet hier nu niet heel veel mee op, want ik kan niet meer hier vanuit hierdoor naar jouw huis om vervolgens te kunnen Nee, ontsnappen, wat nog inderdaad. allemaal. Dat hele plan is inmiddels nu in duigen gevallen. Ja, je zou misschien ergens in de bergwand of zo een uitgang kunnen maken vanuit deze tunnel, dat je dan op die manier nog weg kan. Maar ja, Ja, maar daarvoor moet ik bepaalde contacten gaan leggen en alles in het. Ja, ik snap je. Goed, Ja, ik maar geef je goed. even, ondertussen geef ik je even dan een brief. Luister even goed, je moet hem niet signen, oké? Okay? Nee, want Want het moet want niet. ik. Wacht, misschien heb ik ergens nog wel een brief liggen trouwens. Die ze beweert dat die van jou was. Wacht, ik ga mijn fooie erbij pakken hoor, let op. Even kijken hoor. Die Hier, van moet je mij? zien hè? Dit gaven ze aan mij wat zogenaamd van jou moest zijn. Heb ik volgens mij heb ik die van Colin gekregen. Momenteel zit ik nog vast. Ook krijg ik weinig te eten en weinig te drinken. Toch hou ik me sterk. Wat? Nee, ik zei nou, dit is niet van Garskeeper, hoor. Maar Colin Beurde wel, die moest ik doorgeven van Jimmy. Dus ja, Ik heb dat niet eens geschreven. dat Ik is heb niet niet eens eens. jouw handschrift, man. En zo eindig je ook niet een brief aan mij, dat weet ik er ook wel. En überhaupt, sinds wanneer begin jij met beste Duffy 13? Ja, nou ja. Dus ik had toen al Maar. meteen zoiets van, nee, dat klopt niet. Wat zal ik je inschrijven? Iets van, ik heb een anonieme Ja, iets van, ik even kijken, hoor. tip. Ja, je hebt iets van een anonieme tip. Ik heb Ik heb Garskeeper Garskeeper bij zijn villa, in de zijn city. villa in de city gespot. Het eiland. Zoiets? Ja, hij zet erbij. Hij zag er verwilderd uit. Weet je, misschien dat ze dan wel denken van, jij bent helemaal van het padje af. Je weet niet meer zo goed, hè, hoe en wat allemaal. Dus dat moet erbij. Hij ziet er verwilderd uit. Hij ziet er verwilderd uit. Ik weet niet eens hoe je dat schrijft, Ah man. ja, maakt het ook Maar uit. Dit is een oké. anonieme tip, oké? Okay? Ze hebben jou ook Okay. rare boeken gegeven. Oké, moeten we even kijken? Moet er nog verder iets bij? Zoiets? Eens even kijken hoor. Ik heb een anonieme tip. Ik heb Groundskeeper bij zijn villa in de city gespot, het eiland. Hij ziet er verwilderd uit, anoniem. Ja, ik bedoel, zij doen ook een streepje dan. Ja. Ik denk als we deze brief gewoon daadwerkelijk aan Bandit weten te geven en die kan hem onder de tafel doorschuiven naar een van hun, moet het helemaal goed gaan komen. Het enige wat wel het probleem gaat zijn, als we dan dadelijk naar de Kaap toe gaan. Ik weet ook niet in het café waar we daar gaan aantreffen. Dus ik denk dat jij daarvoor misschien wel eventjes iets van buiten moet wachten, wat nog allemaal. Ja, nee, Want maar heb je niet een masker of zo van iemand? ik heb hier genoeg maskers hangen, zoals je kan zien. Ja, oké, maar dit is een beetje. En ik heb nog wel. Halloween is al lang voorbij natuurlijk, Ik hè? heb Ik hier bedoel. ook nog wel wat meer. Ik heb hier nog wel meer maskers erin zitten allemaal, maar ja. Weet je, ik laat je eerst huis van Colin zien. En daarna gaan we dan naar de Kaap. Dat komt allemaal goed. Ik heb ook nog daar een huis waar ik jou anders eventjes kan doen totdat ik. Want ik hoef ook alleen maar dit heel onopvallend gewoon onder de tafel door een bandit te geven en ik loop weer weg, hè? That's Ja, it. dat is zeker Dus waar. ik hoef voor de rest helemaal niks te doen. Ik zet dit eventjes zo. Goed, dan laat ik je nou even snel dat huis dus van Colin zien. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is de taxi te pakken naar de Sunnyvale Tunnel. En dan ben je er eigenlijk al bijna, want ik heb hem En dus dan sneaky is hij achtervolgd. zo dichtbij. Ach jongen, die man. Ja, maar luister, Colin staat aan mijn kant op het moment, hè, als het goed is. Ja, nou, dat is allemaal leuk voor Colin, maar niet aan mijn kant, want hij heeft mij eventjes Ja, zo tuurlijk, dat weet ik, maar. 2,5 miljoen aan mij verdiend, zonder ook maar iets. Ja, maar Dylan, dit gaat allemaal goed komen. Ga ik vanuit. Oké, Even dan mag kijken ik hoor. hopen. Dan moeten we deze taxi pakken naar Sunnyvale Tunnel. Oké, nou. Dan moet ik even. Oké, en dan deze straat hoef je alleen maar uit te lopen. En dan het eerste huis waar je ziet, dat is Collins huis. Ik zou zeggen, kijk, hier, nou, ik zie hem al. Hier recht voor ons. Recht voor je is Collins zijn huis. Nou, jij kan mij vertellen dat jij als. Oké, als director belastingdienstje verdient geld. Maar Ja. om eventjes hier dit neer te kunnen flikkeren, een kast van een huis. Nou, nah, dat. Oh, dit is best een groot huis, inderdaad. En dit heeft hij dus ook niet voor hoeven te betalen, hè? Dit heeft hij dus haakjes gekregen. Zijn die camera's? Ik zou het oprecht niet weten. Ik weet wel. Dat is trouwens wel grappig. Kijk, zie je dat daar binnen daar? Al dat kleding wat er allemaal hangt. En hier binnen hangt allemaal kleding. Allemaal gewoon kleuren en alles, weet ik het allemaal. Dus dit is in ieder geval waar Colin zich ja, schuilhoudt in zijn vrije tijd, denk ik. Dus ja. Want wel mooi een plekje hierachter waar niemand het zal zien. Precies. Kijk, hier heb je trap naar boven toe. En ja, ik weet het voor de rest ook allemaal niet. Maar dit is in ieder geval in zijn handen, man. Dus hier woont hij.
Alleen ja, ik om hier naar binnen te komen, hij heeft de sleutel weer veranderd. Ik ben in één keer binnen geweest, slot kapot geschoten en ik trapte gewoon die deur in. Ik zei van, nou godverdomme, hij zegt waar Dylan is. Maar ja, om nu voor weer een voor saus een deur kapot te schieten nee, allemaal. Nee, dat is ook niet echt de bedoeling. Maar dan weet je in ieder geval, dit is dus het optrekje van Colin. En ja, dan zal ik hier wel eens vaker in de buurt komen. Ja, ja, nou goed, laten we nu gewoon richting de Kaap gaan, oké? Okay? Ja, is goed. We doen het gewoon vrij simpel. Als wij even die mensen tegenkomen, of iemand die kijkt dus aan, wat ook allemaal. Dan een kwestie van dreigen, wat ook allemaal. En anders gewoon een ja, klap verkopen. Ik zal het er even allemaal bij halen. En in de Kaap, weet je, ik kan jou daar in mijn huis stoppen als je wil. Je kan meegaan dat je ergens bij een boom blijft wachten. Ik heb daar zelf ook nog een huis. Nou ja, weet je, want ik moet alleen maar die brief. Het is letterlijk, als ik Bandit zie van, hé, ik geef hopper, ik geef die brief. En ik zeg, en ik ga weer weg. Dan weet Bandit genoeg. Alleen het enige probleem is, aan de andere kant. Hij is stomdronken, keer op keer weer, maar goed. Ja, nou ja, maar als hun daar ook in dat café zitten, dan. Ja, maar Levi en Jimmy, die doen mij in die zin niks. Ze willen jou hebben om mij onder druk te zetten. Ik heb al vaker tegen Jimmy gezegd, schiet me dan voor rot. Hij heeft al 3 keer de kans gehad in het openbaar, op privéplekken. Hij doet het niet, want Jimmy is natuurlijk bang. Zodra hij een moord pleegt, wat ook allemaal, en zeker als hij mij zou vermoorden, ja, dan heeft meneer een enorm groot probleem. Mm-hmm, en dan is hij niet meer vrij. Goed, laten we nu gewoon lekker richting de Kaap gaan. En dan gaan we daar gewoon die anonieme tip inleveren bij Bandit. En dan hopen dat ze ja, eigenlijk een soort van gaan beten. En dan gaan we eens even kijken of die Levi flink in elkaar kunnen gaan slaan.